Schipper Dirk Pomp vaart met zijn vrouw en een van hun dochters op de 67 meter Providentia. De Providentia is in 1929 bij de Groot en Van Vliet te Slikkerveer gebouwd als sleepschip en in 1964 omgebouwd tot motorschip. Schipper Pomp heeft juist een reis met 800 ton magnesium van de Botlek naar Waspik gedaan en maakt zijn schip schoon om in de vlothaven 750 ton soja voor os te laden. Net als veel van zijn collega's profiteert Schipper Pomp van de lage waterstanden. Maar misschien profiteert hij nog wel meer dan anderen. Hij legt zelf uit waarom. Schipper Pomp, heeft u veel voordeel van het lage water? Nou, ergens wel eigenlijk. Wij hebben een heel voordelig schip. Hij gaat heel vlak. Dat wil zeggen dat je hoop mee kan nemen op weinig diepgang. Hoeveel ton? Nou, het legt dan de diepte, hoeveel er kan varen. Maar wij laaien 853 ton op 2,38 meter. Nou, op veel plaatsen kunnen schepen daar niet varen op die diepgang. Vaak mindere diepgang, 2 meter. Ja, dan doen wij, even kijken, 650 ton op 2 meter. Zo, wij zijn heel voordelig. Dus u heeft eigenlijk bijna uw normale belading zelfs met dit lage water? Haast wel, ja. Want wij moeten nou 750 ton laden. En dan komen wij kleine 2,20 meter. Dus 100 ton uitwatering. En dan moeten wij naar Oost toe. Zullen andere schippers wel jaloers op u zijn? Nou ja, dat weet ik niet. Het zijn ook hele diepe schepen. Die hebben er weer wat nadeel mee eigenlijk. Maar ik heb het altijd fijn gevonden, een voordelig schip. Hiervoor hadden wij een Kempenaar, dat deden wij 400 ton op 1,90. Dus wij voeren altijd een Helmond. Daarvoor hadden wij een kastje, dat is 42 bij 6,30 meter. Nou, daar voeren we ook overal mee naartoe. En ik heb altijd het fijn gevonden, een oud omgebouwd sleepschip. Alle drie waren ze van 29, die twee zijn naar de sloop gegaan. Deze zal er ook wel terechtkomen. Deze is ook van 29. Ja, voor de rest is die maar goed. Het vlak is van 87. Die motor is goed. Die Caterpillar. Ja, het is een oud schip. Hij is helemaal geklonken. Hij is van 29. Maar ik vind het prachtig. Een omgebouwd sleepschip. Mijn vader heeft ook altijd sleepschepen gehad. We werden altijd getrokken. Altijd door een sleepboot. Dus het zit er misschien helemaal in. En je hebt een mooi achteronder en zo. En ik vind het heel fijn. Nou, er zijn nog wel sleepschepen hier ook in Amsterdam. Zou u denken dat het de moeite waard is om die een echte hoofdmotor te geven? Nou, dat denk ik haast niet. Die leggen vaak voor opslag, die sleepschepen. Dat is het voordeligste voor hen, voor opslag. Dus ik leg ook het liefst voor opslag. Maar dat komt niet altijd voor. We hebben heel veel geflat. En dat was heel mooi werk. In Rotterdam, van de ene haven naar de andere haven. En soms lag je een week of 2 weken of 3 weken geladen. Dus dat was heel mooi werk. En nu, wat zijn uw voornaamste bestemmingen? Wij varen zeg maar 99% in Nederland. Ja, en heel af en toe een reisje België. Maar voornamelijk Nederland en een beetje allemaal in de buurt. Ik hou niet van de lange reizen, zeg maar. Nee, ook niet van het lange rijden, dat ook niet. Maar ik hou ook niet van lange reizen. Maar met al deze laagwaterperiode, daar heeft u maximaal profijt van. Ja. Dus voor mij mag het nog wel even zo blijven, het laagwater. En de bevrachters, hoe gaan die ermee om? Die zullen meer moeten betalen. Want ze hebben meer schepen nodig, dubbel zoveel schepen hebben ze nodig. Dus dan moeten ze toch, ze hebben meer schepen nodig, dus dan moeten ze ook meer betalen.
Dan merk je dat je ook wel hogere prijzen kan vragen? Ja, dat wel, ja. Je kan altijd wat hoger. Je kan het niet te gek maken, want je hebt altijd elkaar nodig. En je komt gewoon naar elkaar toe. Als een wat te hoog zit, de ander wat laag of zo, weet je. Dan kom je gewoon naar elkaar toe. En zo gaat het gewoon. Dus, ja, je moet elkaar gewoon te vriend blijven, zeg maar. Hè. Goede connecties houden.